In deze video ga ik het verschil laten zien tussen een JPG-bestand en een PNG-bestand. Dat doe ik aan de hand van een voorbeeld. We gaan het visje gebruiken die we eerder in oefening 9 hebben gemaakt. En die ga ik nu openen. En je ziet, we hebben hem opgeslagen als XCF-bestand, oftewel het GIMP-bestand. En daarin bewaar je alle lagen. Dat is handig. Ik ga nu laten zien waarom. We kunnen dit bestand namelijk opslaan als een PNG-bestand, maar ook als een JPG-bestand. Dat hebben we in je oefening 9 al gedaan, maar ik laat het nog één keer zien. Exporteren, want als je een ander bestand wil maken, moet je exporteren. Naar export. We gaan hem opslaan als PNG. Nu eventjes laten zien dat er weinig verschil in zit. Visje PNG. Exporteren. In dit venster doe je helemaal niks. Gewoon exporteren. En nu ga ik hem nog een keer exporteren. Bestand export as moet ik nu doen, omdat hij het al een keer gedaan heeft. Nu ga ik er een JPG van maken. Je haalt PNG gewoon weg en dan maak je er JPG van. En dan zeg je exporteren. De kwaliteit is prima. Oké, exporteren maar. En ik ga er nog één keer een JPG van maken, maar nu met een transparante achtergrond. En daarvoor ga ik het oogje uitzetten bij de achtergrond, zodat dit transparant wordt. En nu ga ik het bestand export S. En dan maak ik er nog een keer maak ik een visje transparant van. .png. En dan ga ik hem weer exporteren. Doen we niks. Nu ga ik die drie bestanden naast elkaar openen. En ga ik deze even sluiten. Dat is voor het gemak. Dus ik doe Ctrl-W. Ik wil niks opslaan. Dus wijziging verwerpen. Dan is alles weg. Bestand openen. Nu ga ik alle drie de visjes openen. Dus de visje transparant. Ik hou Ctrl-knop ingedrukt, visje PNG en de visje JPG. Als je Ctrl ingedrukt houdt, dan kun je ze allemaal selecteren en in één keer openen. Kijk, ik heb ze hier allemaal. We kunnen rechts in het venster kunnen we zien wat we geopend hebben. Dit is de visje transparant. Die heeft duidelijk een transparante achtergrond. Dit is visje PNG. Die heb ik opgeslagen zonder dat ik de witte achtergrond heb uitgezet. En daarom is het nu ook gewoon een PNG zonder transparante achtergrond. En dat is weinig verschil met een JPG. Daar zie je eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Maar het visje transparant, daar zit het verschil in. Want dat is wat een PNG kan doen en een JPEG dus niet. En waar je dat voor kunt gebruiken is als je een afbeelding op een nieuwe achtergrond wil plaatsen. Dus ik ga nu een nieuw bestand maken. Ik doe eventjes 600 bij 400. Nee, ik doe 800 bij 600. Oké. Die vul ik nu even met duidelijke kleur. Een mooie aquariumkleur, blauw. Nu ga ik naar het visje transparant. Zeg ik rechtsklikken, selecteren alles. En dan rechtsklikken, bewerken, kopiëren. Ga ik naar de blauwe achtergrond. Ga ik rechtsklikken, bewerken, plakken. Nu is de zwevende selectie geworden. Druk je op nieuwe laag. Is het gewoon een laag. En je ziet, dat is een transparante laag met een visje. En die kan ik nu gewoon bewegen en dat ziet er allemaal goed uit. Ziet er allemaal goed uit. En dan ga ik het visje JPG nemen. Rechtsklikken, selecteren alles. Rechtsklikken, bewerken, kopiëren. Ga ik weer terug naar het aquarium. Nu ga ik rechtsklikken, bewerken. Je kunt bijvoorbeeld ook plakken
als doen en dan gelijk als nieuwe laag. Dat scheelt een handeling. En nu zie je dat dit dus de JPG is. Daar is gewoon een witte vlak omheen gekomen. En dat witte vlak is niet handig als je het op een andere achtergrond plakt. Dus daarom gebruiken we een PNG afbeelding. Ik zal ook nog even laten zien dat de PNG afbeelding, waar we de witte vlak niet uitgezet hebben, hetzelfde effect geeft. Selecteren alles. Bewerken. Kopiëren. Ik ga weer naar het aquarium. Ik ga bewerken. Plakken als. Nieuwe laag. Nou, ik zal het nog even een keer bewerken. Gewoon plakken doen. En dan zal je zien dat ook met de zwevende selectie dat hetzelfde effect geeft. Dan heb je dus gewoon het PNG-bestand heeft ook gewoon een witte achtergrond als je die niet uitzet tijdens het opslaan. Dus daarom maak je gebruik je een PNG-bestand, omdat de achtergrond transparant is en je het dan eenvoudig plakt op een andere achtergrond. En dat was het zover. Bedankt voor het kijken.